Jos. Ja. Joris Koster en Jos Timmer. Jullie zitten in de organisatie van de muziekwandeltocht. Voor het eerst volgens mij in Venhuizen. Ja, zeker. Voor het eerst de muzikale wandeltocht. U moet niet mijn vader vergeten. Die, hoe is het met Gerard? Ja, het gaat goed met Gerard. Hij is op de goede weg terug. En hij heeft ook zeker 1/3 bijdrage aan de organisatie. Dus ik wil zijn naam wel graag genoemd hebben. Okay. Hoeveel orkesten treden erop? 10 bands of artiesten. Ik noem het automatisch band, maar het zijn artiesten of bands. Dus er zijn ook een paar die zijn in hun eentje en de anderen komen met z'n vijven. Deze zijn wat voor soort muziek? Ja, dat verschilt. We hebben verschillende soorten genres genomen. Express om iedere wat wils wat te geven. We hebben meer country, we hebben singer-songwriter en een meid. En we hebben ook bijvoorbeeld een wat meer rockband, wat stevige muziek. Dus zo is er voor iedereen wat wils. En hoe groot is het rondje? Het rondje gaat over het Twijver, dan rechtsaf over de Westerkerkweg en dan via de Nieuwstraat en de Jan Wouter Heijmansstraat weer zo naar de Rode Leeuw toe. Dus het is niet heel groot, het rondje. Hoeveel plaatsen worden dan gespeeld, ook bij de horeca? Nee, we hebben 9 tuinen onderweg. En dan aan het eind van de middag speelt er nog een jongen bij de Rode Leeuw op een podium. Dus dat is ter afsluiting. En er wordt hier een podium gebouwd dus? Ja, bij de Rode Leeuw wordt een podiumpje gebouwd, ja. En hoeveel mensen verwachten jullie eigenlijk, Joris? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk in te schatten. Wij zijn samen, ook met mijn vader, die moest daar spelen toevallig, ook naar Zwaagrijk geweest naar de muzikale wandeling. Hier hebben we een beetje gekeken van, goh, hoeveel interesse is er nou in zo'n muzikale wandeling? En hier zijn toch wel echt een paar honderden mensen op afgekomen. Dus omdat Venhuizen een betrokken dorp is, het is op een zondag, we hopen natuurlijk op mooi weer. Als er mooi weer is, dan verwacht ik toch wel een paar honderd mensen. Ja, in Oosterlee kenden we het eigenlijk al een beetje. Hè? Dat, met natuurlijk Klaas Vis, die dat eigenlijk organiseerde. Dat is een beetje achterhaald, ook een beetje door de corona. Jullie hebben de mazzel dat de corona opgehouden is. Ja, klopt. Gerrit en ik hadden eerst het idee om bij Oosterlee ook wat mee te helpen. Maar ja, dat ging door de corona natuurlijk niet door. En toen hadden we het idee opgevat om het ook in Venhuizen te doen. En toen heb Joris dat eigenlijk verder opgepakt. En nu staan we hier eigenlijk. Ja. Speel je zelf muziek? Ja. Ik drum en ik speel gitaar. Wel op amateuristisch niveau. Maar wel op een dusdanig niveau dat ik ook met mijn vader en mijn oom, ome Sjaak. Welke oom? Ome Sjaak. Hij zingt. En hij vormt samen met mijn vader een duo genaamd de Pink Onions. Ik zou een paar nummers meespelen op de drum en een paar nummers op de gitaar. Maar helaas, omdat mijn vader nu een tijdje uitgeschakeld is, kunnen ze niet oefenen. En daardoor is voor hun een andere band in plaats gekomen. Nou, we hebben nog een Venhuizener. En dat is Art Gozens, die mis ik. Die ken ik ook niet. Maar... dat was de zinger van de conducteur. Oh, nee, ja, die ken ik niet. Sorry. Ja, oké. Dan is mijn kennis niet zo groot misschien. Maar... Speel je zelf ook? Ik speel gitaar, maar nog niet zo goed als Joris en zijn vader. Dus niet goed genoeg om op te treden. Ja. Ja, 3 akkoordjes zijn heel belangrijk. Ja, dat klopt. Ja, ik speel er wel wat meer, maar komt goed. Volgend jaar misschien. Dat was vroeger eigenlijk de rock'n'roll, hè? 3 akkoordjes. En dan kon je eigenlijk al een goed muzieknummer spelen. À la Elvis. Ja, dat klopt. Ik kan ook... Ik kan ook niet heel veel meer dan 3 akkoorden hoor. Ik denk dat Jos het een beetje overschat. Maar ik kan een paar nummertjes meespelen. En ik hoop, als het een succes is, om in de volgende editie wel wat mee te spelen met mijn vader en mijn oom. Wat betreft de gemeenschap, iedereen kent hier ook elkaar. En iedereen heeft vaak op een zondag, als wat leuks is, kijk naar de wielerronde. Daar hebben ze toch altijd wel zin in. Mensen trekken er toch op uit, gaan even kijken en blijven toch vaak hangen. En daarom ook de afsluiter bij de Rode Leeuw. Om even te blijven hangen, elkaar te zien. Leuke afsluiten van een uur. En er is ook nog een avondprogramma bij de Rode Leeuw. En ze hopen een groot feest van te maken de hele dag. Hoe laat begint het? Het begint 2 uur. En tot 5 uur spelen de bands in de tuinen. En aansluitend daarop hebben we hier een optreden achter ons bij de Rode Leeuw op een podium van 5 tot 6. Dus uiteindelijk duurt het van 2 tot 6. En dan maar een beetje bidden voor mooi weer. Hè? Zeker weten, dat zou lekker zijn. Ja, daar hopen we op.